Welkom bij deze derde en laatste kennisclip over ankeren. In deze kennisclip wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van het ankeren, aan het ten anker komen, aan het houden van de ankerwacht en aan het anker opgaan. Voordat geankerd gaat worden, moet het ankeren voorbereid worden. Dit begint met het bepalen van de meest geschikte ankerpositie. Informatie uit de zeemansgids en de zeekaart moet hierbij gebruikt worden. Is de ankerplaats bepaald, dan moet de ankermanoeuvre navigatorisch voorbereid worden. De route naar het ankergebied moet bijvoorbeeld gepland worden. Ook moet bepaald worden wat de naderingskoers naar de ankerplaats in het ankergebied wordt. Normaal gesproken wordt tegen de wind en stroom ingeankerd. Het kan natuurlijk zo zijn dat stroom en wind niet uit dezelfde richting komen. Uit de voorliggende koers van ten anker liggende schepen in het ankergebied moet dan bepaald worden wat deze koers moet worden. Dit kan dan dus niet al ruim van tevoren bepaald worden. Ook moet bepaald worden welk anker gebruikt gaat worden en hoeveel kettinglengte gebruikt moet gaan worden. Enige tijd voordat de ankermanoeuvre uitgevoerd gaat worden, moeten alle bemanningsleden die bij het ankeren een bepaalde rol hebben, gebriefd worden. Tijdens deze briefing wordt alle van belang zijnde informatie uitgewisseld. Aangekomen op het voordek moet het ankergerij visueel gecontroleerd worden op gebrek. Is het ankergerij in orde bevonden, dan moet het anker klaargemaakt worden om te laten vallen of om uit te pompen. Welke handelingen daar allemaal bij verricht moeten worden, is afhankelijk van de situatie aan boord. In het algemeen betekent dat het dat de zeeborgen worden verwijderd en dat de grondstopper van de ketting wordt gehaald. Om te voorkomen dat op zee water in de kettingbak komt, is deze vaak afgesloten met een soort deksel. Dit moet ook verwijderd worden, zodat de ketting vrij uit kan lopen. De ankerwinch moet ook getest worden op zijn goede werking. Gaat het anker uitgepompt worden, dan moet het spil in zijn werk gezet worden. Is tijdens de briefing aangegeven dat men het anker gaat laten vallen, dan moet het spil uit zijn werk gezet worden en de bandram strak aangedraaid worden. De communicatie met de brug moet getest worden en tenslotte kan de ankerbal alvast klaargelegd worden. Nu volgt een beschrijving van hoe de ankerprocedure kan verlopen bij het laten vallen van het anker. Aan boord van een bepaald schip kan deze procedure afwijken. Het gaat er meer om een indruk te krijgen van deze procedure. De geplande ankerpositie wordt genaderd met de juiste koers. Op ongeveer een halve nautical mijl van de geplande ankerpositie moet de vaart over de grond ongeveer 2 knopen zijn. Tijdens deze aanloop kan het anker alvast uit de ankerpluis gepompt worden. Na het uitpompen wordt de bandrem aangedraaid en het ankerspil uit zijn werk gezet. Tijdig wordt achteruit geslagen om de vaart uit het schip te halen. Het schroevenvecht kan er nu voor zorgen dat het schip een bepaalde ongewenste rate of turn krijgt. Heeft het schip bijvoorbeeld een vaste rechte schroef, dan zal bij het achteruit gaan het achterschip naar bakboord gaan en het voorschip naar stuurboord. Wordt dan de stuurboord anker gebruikt, dan kan het zijn dat de ankerketting voor het schip langs komt te staan, omdat het schip nog doordraait naar stuurboord. Wellicht kan dan beter het bakboord anker gebruikt worden. Uiteindelijk moet het achteruitslaan resulteren in een grondvaart over de achtersteven van ongeveer een halve knoop. Bevindt het schip zich in de ankerpositie, dan wordt het commando vallen anker gegeven. Voordat men het anker daadwerkelijk laat vallen, moet gecontroleerd worden of het anker ook inderdaad vrij kan vallen. De bandrem wordt dan losgedraaid en het anker zal vallen. Door de bandrem weer enigszins aan te draaien, kan de uitloopsnelheid van het anker en de ankerketting gecontroleerd worden. Op het moment dat de afgesproken kettinglengte uitgegeven is, wordt de bandrem aangedraaid. Tijdens het uitlopen van de ketting wordt aan de brug doorgegeven hoeveel kettinglengtes al uitgegeven zijn. Zoals in de eerste kennisclip behandeld is, zal de ketting eerst strak komen te staan. Dit duurt enige tijd en gedurende deze tijd moet door de bak de stand van de ketting en de spanning op de ketting doorgegeven worden aan de brug. Blijft de kracht op de ketting bijvoorbeeld te groot, dan kan besloten worden om meer ankerketting te gaan gebruiken. Staat de ankerketting naar achteren, dan kan het noodzakelijk zijn om nog even achteruit te slaan. Dit kan ook noodzakelijk zijn als de ketting bijvoorbeeld voor de boeg langs staat. Heeft het anker gehouden, dan zal de spanning op de ankerketting minder worden
en zal de ankerketting verticaler komen te staan. Bij rustig weer en weinig stroom zal de ketting bijna verticaal staan. Bij enige wind of stroom zal de ketting nagenoeg verticaal komen te staan. Heeft het anker gehouden, dan wordt dit doorgegeven aan de brug. Krapt het anker, dan wordt dit natuurlijk ook doorgegeven en zal op de brug besloten worden of er meer ketting gestoken gaat worden of dat men bijvoorbeeld een tweede anker laat vallen. Uit deze video blijkt het belang om te controleren of het anker ook inderdaad vrij kan vallen. Heeft het anker gehouden, dan wordt de grondstopper op de ketting gezet. Op de bak wordt de ankerbal gehesen en op de brug worden de ankerlichten en de dekverlichting aangezet. De instelling van de AIS moet aangepast worden van Underway Using Engine naar Add Anchor. Indien noodzakelijk moet de verkeersbegeleidingsdienst of de havenautoriteiten ingelicht worden. De ankerpositie wordt bepaald en de zogenaamde swinging circle wordt bepaald. En er wordt vastgesteld of er zich objecten in deze cirkel bevinden. Deze cirkel geeft de grens aan van het gebied waar het schip kan komen bij veranderende wind- en of stroomrichting. Bij benadering is de straal van deze cirkel gelijk aan het aantal shekels dat uitgegeven is, maal 27,5 meter, plus de lengte van het schip. De procedure bij het uitpompen vertoont veel overeenkomst met het laten vallen. Met de laten vallen uitvoering. In deze dia worden alleen de belangrijkste verschillen aangegeven. Is het schip in de ankerpositie gekomen, dan moet de grondvaart ongeveer 0 knopen zijn. Het anker wordt dan uitgepompt totdat het anker de zeebodem raakt. Er wordt dan achteruit geslagen, zodanig dat het schip een grondvaart over de achtsteven krijgt. Deze vaart moet wel minder zijn dan ongeveer 0,3 knopen. Dit is ongeveer de snelheid waarmee het spil het anker uit kan pompen. Wordt deze vaart groter, dan kan er een te grote kracht op het ankerspil komen te staan. Heeft het schip enige vaart over de achtersteven, dan worden de machines weer gestopt en kan op de bak de ankerketting verder uitgepompt worden tot aan het gewenste aantal shekels. Tijdens het aan anker liggen wordt de zogenaamde ankerwacht gelopen. In deze dia wordt een aantal taken genoemd die tijdens deze ankerwacht door de Head of the Watch uitgevoerd moet worden. De ACTIS heeft vaak een bepaalde functionaliteit waarmee de controle van de ankerpositie uitgevoerd kan worden. Op een gegeven moment zal het schip weer anker opgaan. Bij het anker opgaan wordt het ankerspil eerst in zijn werk gezet. Daarna wordt de grondstopper van de ketting gehaald. Voordat het anker naar binnen gehield wordt, wordt het anker in de ankerkluis bijgezet. Met dit water worden de ankerketting en het anker schoongespoeld. Op het commando van de brug wordt daarna begonnen met het binnenhieven van de ankerketting en het anker. De spanning op de ketting moet hierbij zo laag mogelijk zijn, omdat anders het ankerspil te zwaar belast kan worden. Deze spanning moet dus in de gaten gehouden worden en als de spanning te hoog wordt, dan moet dit doorgegeven worden aan de brug. Bij behulp van schroef en roer moet het schip dan zodanig in positie gebracht worden dat deze spanning minder wordt en de ketting nagenoeg verticaal staat. Bij het naar binnen hieven wordt aan de brug ook de stand van de ketting doorgegeven en het aantal shekels dat nog ingehield moet worden. Is het anker vrij van de bodem, de ankerketting staat dan recht op en neer, dan wordt dit doorgegeven aan de brug.
Het schip is dan anker op. Op de bak wordt de ankerbol weggehaald en op de brug wordt de navigatieverlichting en de AIS-instelling weer aangepast. Ook de dekverlichting wordt uitgezet. Indien noodzakelijk worden de verkeersbegeleidingsdienst of de havenautoriteiten weer ingelicht. Hierna gaat men door met het binnenhuwen van het anker totdat het anker in de ankerkluis zit. Zit het anker in de ankerkluis, dan wordt op de bak de grondstopper op de ketting gezet. De bandrem wordt aangedraaid en het ankerspeel wordt uit zijn werk gezet. De zeeborg of oceaansurring wordt aangebracht. En tenslotte wordt het water waarmee de ketting en het anker zijn schoongespoten weer afgezet en wordt de deksel op de kettingbak weer aangebracht. Overigens moeten ook bij het ankeropgaan de weersomstandigheden goed in de gaten gehouden worden. Ankeropgaan bij veel zeegang of bij harde wind kan leiden tot het stranden van het schip of tot een aanvaring met andere schepen die in het ankergebied ten anker liggen. Het kan dan verstandig zijn om ten anker te blijven liggen of als men ziet dat het slechte weer eraan zit te komen, al eerder anker op te gaan. Bij het ankeren wordt aan boord van schepen vaak gebruik gemaakt van checklists. Dit is een voorbeeld van een checklist uit de British Procedures Guide. Tijdens het ankeren is een goede communicatie tussen de brug en de bemanningsleden op de bak van groot belang. Voor deze communicatie kan gebruik gemaakt worden van de IMO Standard Marine Communications Phrases. En hiermee eindigt de derde kennisclip over ankeren. In deze kennisclip is aandacht besteed aan de voorbereiding van het ankeren, aan het ten anker komen, aan het houden van de ankerwacht en aan het anker opgaan.